Hier is het stakkerschooljournaal van april, met daarin een interview met een nieuwe leerkracht over de nieuwe school. En natuurlijk ook een gesprek met de hoogste baas, meneer Marcel. Een muzikale bijdrage van een swingend viertal uit groep 7. En we vragen natuurlijk ook de leerling wat hij vindt van het nieuwe gebouw. Want voor die leerling is het toch allemaal bedoeld. We volgen ook de dieren die voor het lawaai ondergronds moesten vluchten. Twee professoren op zoek naar overblijfselen van het oude gebouw. Voetballers schieten de nieuwe school open. En zoals gewoonlijk de schoolverwachting aan het eind van het journaal. Meneer Bas komt van een school die net verbouwd is. Wat vindt hij van deze nieuwe school? Anne en Dennis interviewen hem. Hey, juf Danielle. Wat vindt u leuk aan de nieuwe school? Wat ik leuk vind aan een nieuwe school is dat alles er heel fris en vrolijk en schoon uitziet. Dat vind ik leuk aan een nieuwe school. En dat we allemaal weer bij elkaar zijn. Ja. Wat vindt u minder leuk aan een nieuwe school? Minder leuk? Ik kan eigenlijk niks bedenken wat ik minder leuk vind. Nee. Zou jij nog bij doen als u directeur was? Als ik directeur was van deze school, dan zou ik er 1 of 2 lokalen bij maken, zodat er nog meer kinderen op onze school komen. Welk lokaal zou je het liefste willen hebben? Ons eigen lokaal. Groep 3. Wat vindt u van de nieuwe kleuren? Ik vind de nieuwe kleuren erg mooi, omdat het precies de kleuren zijn van het logo van onze school. Had u veel last van het kabaal? Nou, soms wel, maar eigenlijk heeft iedereen heel goed rekening mee gehouden en viel het eigenlijk best wel mee. Kinderen hebben het heel goed gedaan. Ja. Dit was een interview van juf Danielle. Nu gaan we weer over naar Studio 1. Meneer Marcel moest heel wat regelen tijdens de verbouwing. Wat vond hij daar nu allemaal van? Een verslag van Barry van den Demen. Bent u tevreden over de verbouwing of had u het anders verwacht? Nee, ik ben eigenlijk meer dan tevreden. Want ja, als je zo'n verbouwing bezig gaat, dan heb je een plannetje. En op een gegeven moment moet je kunnen betalen en dat heeft veel meer te maken. En eigenlijk hebben we steeds meer voor elkaar gekregen. Eerst zou het alleen de kozijnen zijn. Het plafond was heel spannend, dat is gelukt. En de vloeren, en er kwamen nieuwe toiletten. En de kapstokken was tot het laatst heel spannend. En dat is toch ook gelukt om alles te vernieuwen. En dan moet je, de keuken. Eigenlijk is het steeds mooier geworden en ben ik dik tevreden. Moet er nog iets gebeuren bij de computers? Bij de computers? Nou, we zijn nu, de opening is over een paar weken. We zijn nu druk bezig boven bij de FIDE om daar alles aan te sluiten. Nou, dat is, zijn ze nu heel hard aan het werk om alles mooi weg te werken. En als dat dan klaar is, dan hebben we een heel mooi nieuw lokaal bij. En dan kun je met heel goed tegelijk achter de computer. Komen er nog digitale schoolborden? Ja, dat is een goede vraag. Die gaan zeker komen. Nee, niet allemaal tegelijk. We hebben nu, heb je misschien al gezien, het eerste digitale schoolbord is nu helemaal geïnstalleerd op de nieuwe computer, in het nieuwe computerlokaal. Dat wordt al gebruikt, dat draait al. En vanaf nu gaan we proberen om in elke klas langzaam maar zeker van die borden aan te schaffen. Wat vindt u het fijnst? Het fijnst van de hele verbouwing? Van wat de school betreft vind ik fijn dat alles er nu weer zo helemaal nieuw uitziet. Het is gewoon heel mooi dat je alles hebt opgeruimd, alle oude troep is de school uit. We hebben allemaal nieuwe spulletjes. Ik vind dat de toiletten helemaal weer fris en nieuw zijn, vind ik mooi. Dat is ook wel lekker. Mooie nieuwe keuken, dat is ook makkelijk. Het computereiland, dat vind ik ook mooi dat dat nu boven is. De hal is weer heel groot geworden. We kunnen alle kinderen tegelijk in de hal zijn met de bonte avond of zo. De bonte middagen. En voor de rest vind ik het ook nu ook wel weer fijn dat alles een beetje klaar is. Dat alle kinderen weer terug zijn in het hooggebouw. En dat we weer
een beetje een normale les kunnen geven. En dat het dat de drukte bijna achter de rug is. Dien, Dayim, Beerde van en Demi uit groep 7 zijn zo blij dat ze weer terug aan het gebouw aan de Hogeboekelenweg, dat ze het wel uit konden swingen. Een verslag van meneer Berends. Steven en Aniel maken een interview met een nieuwe leerling. Laat maar komen. Wat vind je van de nieuwe school? Ja, best wel leuk. Gewoon anders dan de andere school. Niet echt anders, maar wel mooi van binnen. Wat wil je liever, de nieuwe of de oude school? De nieuwe. Was er veel lawaai onder de les? Ja, wel toen ze aan het werk waren. Maar niet zo heel, heel erg veel. Waar had je last van tijdens de verbouwing? Nou, van boren, dat deed het veel. En dat ze toen een beetje hameren. Wat is het grootste verschil volgens jou tussen de nieuwe en oude school? Weet ik niet heel erg goed, maar er zijn wel heel, heel veel nieuwe dingen dan de oude school. Moffel en Piertje woonden altijd rustig in de buurt van de school. Maar ineens was de rust weg. We volgden hun terugkomst. Zullen we naar het oude huis toe gaan? Oké, lijkt me leuk. Wat was het kabaal onder de grond toen we hier weggingen? Eens kijken of we hier nu weer kunnen komen wonen. Ons oude huis ziet er wel mooi uit. Mooie kleuren hoor. Is dat echt zo? Mooie kleuren hoor. Rood, blauw, geel en nog allemaal andere. Hier kunnen we ook doorgaan. Kunnen we ook even naar de wc, want ik moet nodig. Het stinkt hier niet meer. Kom, dan gaan we de kleuters verrassen. Oh. Pas op, Moffel. De verwarming staat op een andere plaats. Oh, wat leuk. Zijn jullie bovengronds? Ja, we zijn in de zomer weggejaagd door graafmachines. Piertje, neem Moffel maar mee. En kijk eens rond in de school. En kijk eens wat je onder de grond kunt verstoppen. Zullen we dit op gaan eten? Ja, lekker. Zullen we nu naar de ruimte onder het magazijn gaan? Want daar wonen we eigenlijk. Ons oude huis is geen steek veranderd. Is dat echt zo? Nou, daar ben ik blij van. Professor Maarten en Barnes zijn archeologen. Zij gingen op zoek naar overblijfselen uit de prehistorie.
professor Maarten. Ik ben assistent van Maarten. Waarom? We hebben van de directeur opdracht gekregen om hier een archeologisch schoolmuseum te maken. Ik ga hem daarbij helpen. Dit zijn onze archeologische kwasten. En die nemen we mee naar het jaar 2100. 2100 en 11. We zijn nu in het jaar 2100. Nou, de school is niet erg veel veranderd. Dat komt vast door de kunststofkozijnen. En we gaan nu op zoek. We zijn weer terug in 2008. Fijn dat het gelukt is, professor. We gaan nu het museum inrichten. De voetballers probeerden gisteren de nieuwe school open te schieten. En tenslotte de schoolverwachting bij onze weermensen Koen en Sanne. De weerverwachting van OBS Park Stokkers is het afgelopen jaar een beetje rommelig geweest, omdat ze aan het verbouwen waren. Nu over naar Sanne. Dankjewel Koen. Groep 6, 7 en 8 zijn direct na de meivakantie verhuisd naar de RS omdat de lares 3 klassen leeg had staan. Ze zijn daar 10 maanden gebleven tot de school klaar was. Het wordt een mooie school met erboven blauwe wolken en af en toe een bui. Nu over naar Sven en Fleur. Dit was dan weer het Stokkersschooljournaal. Graag tot de volgende keer.